Zo, dan kan die een beetje weggedraaid worden. Dan mag ik eens een keertje spreken. Dat ik niet naar de microfoon hoef te kijken. Ik kan helemaal vrij bewegen met haar. Helemaal geest, ziel en lichaam. Geweldig, in de moderne techniek. Oh ja, ja, prima Jansen. Ook dat toch wel gekoeld ook een beetje. Maar de Heer die geeft me de warmte en de kracht in de Heilige Geest. En dat is toch geweldig gedaan. Heet ik u van alle hartelijk welkom, broeders en zusters, ook de jongeren, de kinderen onder ons. Dat ze ook zo gezegend zullen worden door het woord wat de Heer ook schenkt. Want hij geeft ook een levend brood. En we leven nou in de tijd, broeders en zusters. Het is echt vakantietijd en de temperatuur is erna. Ik kwam van Nieuwe Tongen hier naartoe rijden naar u. Vanuit de eilanden, vanuit de polder kwam ik naar u toe rijden. En met 28 à 30 graden gaf de auto continu aan. Ik dacht, nou, dat is een behoorlijke temperatuur. Maar wat is de moderne techniek? Word ik weer doorgezegend door airco. Die hou je een beetje gekoeld rond die 20 graden. Dus je komt nog redelijk koel, kom je nog maar aan. Maar nu is het ook weer heerlijk om Gods woord te mogen brengen. Ook in die blijdschap, in die kracht. En ik weet, we hebben zoveel liederen gezongen. Vond ik zo bijzonder, de liederen die we zongen. Het had allemaal te maken met een doel, met een bestemming. En dan word ik ook zo bepaald bij de huidige tijd waarin we nu leven. Iedere mens heeft een plan. Iedere man of vrouw of jongere, ze hebben een doel in de leven als het goed is. En zeker met de vakantie. Want natuurlijk zo hoog op de hitlijst staat natuurlijk van genieten. Dan heb iedereen een doel. Ik ga daar en daar naartoe. En dat ben ik van plan te gaan doen. Ze hebben allemaal een doel en een bestemming. Maar weet u wat mij er wel eens opvalt? Heeft ook te maken misschien met mijn leeftijd. Dat ik wat ouder mag zijn als u, als de meeste. Maar op het geestelijke gebied. Waar zijn we naar op weg? Waar gaan we naartoe? Waar zijn we hier voor op aarde? En waar gaan we naartoe? En dat is zo belangrijk, broeders, maar veel belangrijker als uw vakantiebestemming. Want uw eeuwige bestemming, daar moet u op gefocust zijn en moet u weten waar u naartoe gaat. En dan heb ik aan de Heer op mijn hart gelegd, echt een bemoedigend woord. Maar dat vind ik zo prachtig. Ik heb persoonlijk ook dingen meegemaakt in mijn leven, ook verdriet binnen mijn muren. Met een klein kind overleden, een vrouw overleden, maar... Wat is het dan geweldig te mogen tuigen dat God altijd nog groter is als onze pijn, onze moeite, ons verdriet, onze problemen. God is almachtig. En daarom heb ik echt zo'n hart gekregen om u te bemoedigen vanuit Gods woord. En dat kan u vinden in Romeinen hoofdstuk 8. Dat is een prachtig bemoedigend hoofdstuk. Romeinen hoofdstuk 8. En daar staat letterlijk ook boven... De hoop van Gods kinderen. Want dat is zo belangrijk, hoop. En als we ook dat ook gaan lezen vanuit Gods woord. De hoop van Gods kinderen. Dan mogen we ook weten. Want er staat er zo, ik begin bij vers 18, hoofdstuk 8. En dan lees ik tot vers 30. En dan nog twee versen extra, de eind 38 en 39. Maar er staat, en Gods woord weet u, dat is de waarheid, hè? Dat is vast en zeker. En dat moet je aanvaarden als Gods onfeilbare woord. En als je dat gelooft en aanvaardt, uitspreekt en ook ontvangt, dan ontvang je ook. Want je moet geloven wat er staat en dan zal je ontvangen wat er staat. Dat is zo belangrijk voor de mens. Niet twijfel iedere keer, maar zeggen, Heer, u heeft gezegd in uw woord. Want Gods woord is vast en zeker. En nu gaan we het woord lezen. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van Hem. Die haar daarom onderworpen heeft. In hoop echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf.
Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zou men hopen op hetgeen men ziet? Indien we echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, die weet de bedoeling des geestes. Dat hij namelijk naar de wil van God. De wind is erachter geslagen. Want wij, indien we echter hetgeen we niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want we weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, omdat hij de eerstgeboren zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En dan nog 38 en 39. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. En dat is het eind van de schriftlezing. Ik was net even een tekst even kwijt, dat zit hem in de ventilator, die had mijn blaadje stiekem een verder geblazen, waar ik even geen erg in had, zodoende ging ik even de mist in. Maar uiteindelijk heb ik het weer kunnen corrigeren, broeders en zusters. Maar dat is ook weer het nieuwe aspect met het warme weer. Dat er een ventilator vlakbij gezet wordt voor de verkoeling. Maar die blaai ook. Die blaadjes om natuurlijk zonder dat hij er zelf wat aan doet. Ja, en dan komt het even niet goed. Maar ik ben weer op bij de les, zo heus wel. Maar het is toch geweldig. Nee, helemaal niet. Laat maar lekker staan. Ik weet nou waar ik op moet letten. Ik ben gewaarschuwd. Als we ook lezen van de hoop van Gods kinderen, wat is het geweldig, want wij hebben een toekomst. Wij hebben een weg, we zijn op reis, we zijn op een eeuwige reis. En ik moet denken, wij hebben, omdat ik ook een boer mag zijn, agrariër, hebben wij ook graan. En we hebben de afgelopen 2 weken regelmatig graan gedossen, gecombined met een grote combine over het land en dan dossen. En weet u wat nou zo'n prachtige symboliek is die u in de stad eigenlijk niet weet. Maar wat ik u zo wil vertellen. Want in Gods woord wordt ook zoveel gesproken over de graankorrel. Over het graan en over de velden en die wit zijn om te oogsten. En arbeiders zijn er weinig. Zijn allemaal teksten vanuit Gods woord. Maar weet u wat zo belangrijk is? Als het graan rijp is, broeders en zusters. U weet, wij zaaien het graan. We doen het land eerst bewerken. Dat is ook in het geestelijke, moet je ook altijd bidden. Als je iets wil gaan ondernemen in het geestelijke, ga er eerst voor bidden. Breng het allemaal bij de Heer. Breng het in gebed. Zo moet een boer ook zijn land ook zaaiklaar maken. Dat hij het graan in kan zaaien in de aarde die bewerkt is. Die mooi fijn gemaakt is met tractoren, met machines eroverheen. Die prachtig verkruimelen. En dan heb je een prachtig zaaibed, noemen wij. En dan komt er de zaaimachine. En die trekt recht ervoor door de grond. En die strooit het zaad in de grond. En dat gaat kiemen. En dat gaat groeien. Nou, zo is het ook in ons leven. Wij zijn ook geboren als baby's.
We zijn op de wereld gekomen. We hebben dankzij onze ouders zijn we geholpen, want toen waren we hulpbehoevend als baby. En we zijn geholpen en zo zijn we gaan ontwikkelen tot een kleuter, tot een kind en tot volwassenheid. Maar nou het graan, dat gaat kiemen en dan komt een sprietje komt naar boven. En het is zo'n prachtig beeld als je het zo in de zomer ziet, als je dat zo verzorgt en je ziet groeien. Het wordt gaande langer en dan komt een halm aan en allemaal aren. En dan komen er aren, bovenop komt er een aard te groeien waar de graankorrels in gevormd worden. Die komt bovenop het toppie. En die staat prachtig mooi recht, broeders en zusters. Een prachtig gezicht voor de boer, echt waar. Maar nu komt het, nou komt het beeld wat zo prachtig is, wat ik ook geestelijk ook kan vertalen. Als de aard recht staat, is die niet oogstrijp. Want dan staat hij nog recht op zichzelf, op de groei gericht naar boven. Weet je wanneer wij hem ook kunnen genoosten? Als er die bovenste aard waar al die zware graankorrel in zit, als die gaat buigen, als je allemaal gebogen gaat staan, met de aard helemaal naar beneden, met graan gebogen. En dat is ook een beeld voor ons. Zo moeten wij buigen voor Jezus Christus. Allereerst voor zijn woord, maar ook voor hem. En hem dienen en hem aanbidden. En hem loven en prijzen, maar ook gehoorzamen vanuit zijn woord. En als die gehoorzaamheid bij ons doorwerkt in ons geestelijke leven, dan zullen we ook gaan oogsten. Dan zullen we ook vrucht gaan dragen. En als die aarde daar zo prachtig gebogen staat, en hij is goudgeel geworden, want hij is mooi verkleurd door de zon en wind. En dan is die oogstrijd. En wat is het dan toch een prachtig gezicht. Daar kan ik u gewoon enthousiast over vertellen. Ondanks mijn leeftijd, of juist wegens mijn leeftijd, misschien ben ik er zo enthousiast over om te vertellen hoe mooi het is als die combine dan zo over het land rijdt, heel rustig. En die molen en het mes snijdt de graan af en dan gaan we binnen en er wordt gedossen. En de prachtige goudgele graan, als ze mooi klettert, he, maakt echt een prachtig geluid. Ja, geen euro's geluid hoor, dat niet, maar het is echt een graangeluid van korreltjes wat je hoort in de graantank. En als je dan gevuld is en dan mag je er langs rijden, en dat is een mooi karweitje voor zijn AOW'er als ik mag zijn. En dan rij je met de trekker met de kippen er langs. En dan zie je vanuit die bunker die gevuld is met de prachtige goudgele graan, wat de Heer heeft laten groeien. En dan zie je dat, en het wordt dan met de elevator in de kipper geblazen. Nou, tot die helemaal vol is en dan gaan we wegbrengen naar het ontvangststation en de handel die zijn grote silo's opbergt. Dat is zo'n mooi beeld, de graan. Ik kan er nooit mijn mond uit over houden, over het praktische, agrarische, wat zo nauw verweven is met de schepping van onze hemelse Vader. Amen. Want we hebben er ook van gezongen over die prachtige schepping. En als je het ook zo ziet, is zo mooi. En zeker ook als mijn kleinkinderen op bezoek komen bij opa. Ja, die vingen dat prachtig, zo'n grote, ronkende, schuddende machine. Oh, die genieten erin, die kinderen. En ik vanzelf natuurlijk. Maar dat is zo mooi als je dan de schepping zo mag zien. En dat je ziet vanuit het graan. Dat wij dat dan mogen produceren. Wat de Heer heeft laten groeien. En dan mag je ook weten. Dat graan, dat komt bij de maalderij. En dat komt bij de bakkers, bij de bakkerijen. Er wordt brood van gebakken. En het andere gaat ook weg. Ook voor eten. Maar dat hebben we nodig. En daarom zijn we in Nederland, broeders en zusters. Weet u wel, dat wij nog zo rijk gezegend zijn. Met voldoende eten en drinken en voedsel, omdat de Heer ons genadig is in Nederland. Dat wij nog iedere keer nog op tijd onze regen en ook mooi weer gehad hebben om te mogen oogsten. Maar daarom moeten wij volharden. We moeten altijd net als een boer, als een agrariër, moet je volharden. Wij gaan zaaien en planten in het voorjaar. Weet je waarom? Omdat wij verwachten en geloven dat God de oogst zal gaan geven. En dat doe je. En daar wil je ontberingen voor leiden. Daar wil je harder voor je eigen voor inspannen. Letterlijk in wat de Bijbel spreekt. In het zweet is aanschijns. Maar als je dan tot aan de oogst komt. Waar we nu voor het eerst in zitten. In de tarweoogst die nu geoogst wordt veld. Nou, dat is zo rijk. En dan ben je zo dankbaar van ontroering. Dat je dat allemaal zo ontvangen hebt. Want de wasdom kunnen wij niet laten groeien. De mens denkt dat hij onderaan al zijn handen met zijn drones en met zijn computers en met zijn apps en met al die spullen waar ik ook nog geen eens verstand van heb.
Mark, wat er allemaal is van communicatie op het ogenblik. En toch, als God toelaat dat er eens een ramp gebeurt in Amerika, in Californië, moeten de mensen de huis ontvluchten omdat er gigantische bosbranden woeden. Mensen moeten alles achterlaten, alles gaat weg in de brand. En weet u wat ook zo erg is, broeders en zusters, ik heb het eer meegemaakt heel veel jaren terug, dat er ook een oogstmachine van ons, van de spruiten, de motor die vatte vlam door de gebarste olieleiding, kon er niks aan doen, het gebeurde. En ik heb gezien, vuur is meedogenloos. Wat is vuur een hart? Want het is alles verterend, alles verwoestend. Gisteren is ook weer op het eiland waar ik maar woonde, ook een boer, zijn trekker, die was op het land aan het werk. En ook waarschijnlijk door een kapotte leiding of wat is die trekker in de brand gegaan. Hij is letterlijk niks meer van over. Helemaal verzengd het vuur. En dat is verterend vuur. En daarom wil ik ook spreken vanuit Gods woord. Romeinen 8, daar spreekt ze duidelijk van de hoop van Gods kinderen. Wij, Gods kinderen, hebben een eeuwige hoop op een eeuwige toekomst. Op een eeuwige heerlijkheid om bij de Heer te mogen zijn. Maar niet in de hel te belanden in een eeuwig vuur. Want het vuur is meedogenloos, maar je het meegemaakt hebt in de praktijk. Het is een verschrikking. Zo genadeloos vuur is. Maar weet één ding. God is genadig. En hij geeft nog genade in Nederland. We kunnen nog in vrijheid hier bij elkaar komen. Want we kunnen hier nog hem loven en prijzen. Maar wat zegt God ook in zijn woord, wat ik voorgelezen heb. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegenover de heerlijkheid die over Gods kinderen ook geopenbaard zal worden. Want degene, de geliefden die ook overleden zijn, in de Heer overleden zijn, die zullen wij eens ontmoeten. Ook in zijn heerlijkheid, waar geen pijn is, waar je botten en je spieren niet voelt. Wat je later wel gevoelen en buiten dat je vroeger niet wist dat je ze had. En nou weet je het maar al te goed dat je ze wel hebt. Maar dat geeft niks. Uiteindelijk de geest die wordt iedere dag vernieuwd. En als je dat zo tot je mag nemen, dat de geest je iedere dag vernieuwt. Dat is toch fantastisch. Dan kan je vurig van geest zijn. En je loopt wat minder snel. Maar als de geest vurig is, dan komt het vuur uit je, zoals je mag zijn, in de Heer. Dus, broeders, zusters, als er problemen zijn, en die hebben wij, want het is hier niet volmaakt op deze aarde. We hebben pijn, we hebben moeite, ook met ziekte, overal mee. Maar neem Jezus aan als je redder, als je Heer en je Heiland. En we zeggen Gods woord in Johannes 14, vers 6, zegt zo duidelijk. En Jezus is de weg, de waarheid, tot het eeuwige leven. Dat is de enige weg om aan te nemen. En daar wil ik zo graag al over spreken. Om de mensen niet alleen de weg te wijzen vanuit Gods woord, maar ook te bemoedigen vanuit Gods woord. Want het is zo rijk wat er ook in staat. Want daarom moeten wij ook God ook geloven op zijn woord. Want er staat ook zo duidelijk het voorgelezen schriftgedeelte. Als jij ook gelooft, en als je ook gelooft en wat je ziet, dat is gewoon, dat zie je. Maar juist komt het geloven aan je wat je niet ziet. En als je het onzichtbare wereld. Want ik verwacht ook die nieuwe hemel bij de Heer. En die nieuwe aarde, die verwacht ik. En ik verwacht hem ook, Heer Jezus, eens op de wolken des hemels om zijn kinderen te komen halen. Dat staat allemaal te gebeuren. En de tijd mag ik mij niet naar spiegelen. Mag ik niet, mag geen mens. Maar God zegt wel in zijn woord. Hij wijst op de tekenen die erop wijzen dat zijn komst nabij is. Dat de tijd, de klok, die tikt door, broeders en zusters. En op Thomas ziet zo niet heen gebeuren. Pas ik weer een ongeluk gehad weer met die twee grote kranen in Nederland die omgevallen zijn. Nou, de ravage is vreselijk. En die nog te denken dat er nog geen doden gevallen zijn. Maar het is gewoon enorm. En we leven in een tijd waar alles zo structureel geregeld wordt op een hoop fronten met ambtelijke, wettelijke bepalingen. Want dat mag niet en dat mag niet. En nochtans, het gebeurt ineens. Dus besef je wel hoe wij afhankelijk zijn, hoe dat we altijd in gevaar zijn. Maar dat we Jezus nodig hebben, ons Heer en Heiland. Want Jesaja 53, vers 54, zegt ook zo duidelijk,
dat hij ook door zijn striemen ons genezen geworden is. Amen. En daar mag ik door genade ook van getuigen. Mensen waar ik ook door genade voor heb mogen bidden. Mm. Dat die weer genezen zijn van mijn knie of van andere zaken. Maar het gaat niet om mij. Verder van dat. Iemand Arie de Koning moet je helemaal vergeten. Maar Jezus, die mag je nooit vergeten. Want die geeft ons de kracht om te overwinnen. En met Jezus, dat is zo bijzonder, broeders en zusters. En daarom ben ik er altijd zo enthousiast over om het over te mogen spreken. Want met, zoals David ook in de psalm zegt, met mijn God spring ik over een muur. Nou, dan ga je dwars door een muur heen. Zo in de kracht. Overkom je verdriet of moeite of wat dan ook. Dan zij denken, daar kom ik nooit doorheen. Heb ik al zoveel mensen gesproken. Maar als God erbij is, zul je erheen komen. Weet je waarom? Hebreeën 13 vers 5 zegt ook zo duidelijk. Dat hij je nooit zal begeven, nog verlaten. Hij zal altijd met u zijn. En het wil niet zeggen dat je de wind in de rug hebt. Verder van dat. Dat je ook veel de wind tegen. Dat je ook moet peigeren. Dat je moet volharden. Dat er beproeving in je leven komt. Dat je tegenslag hebt. Dat je gerekend had een studie te halen. En dat het mislukt is. Dat je gerekend had op een goede baan. En het is mislukt. Maar weet één ding. Blijf vertrouwen op God. Verlies nooit je geloof in God. Want Hij wil ons zegenen. Hij wil met ons zijn. Maar wij moeten leren ook om gehoorzaam te zijn. Vanuit zijn woord moet wij gehoorzaam als we daaruit lezen. Want als we er ook zo uit lezen, wat er ook allemaal in gebeurd is, dan weten we ook zo. Want we moeten ook, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen door de vloek van Adam en Eva, door de ongehoorzaamheid. Niet vrijwillig, maar het is allemaal gebeurd. We hebben ermee te maken. Maar weet één ding, dat gaat veranderen. Want de heerlijkheid, want zelf bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid, kinderen Gods. Want we weten dat tot nu toe de ganse schepping in alle delen zucht en in baringsnood is. En niet alleen wij zelf, maar er komt er ook, de hoop komt er ook bij. Maar de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hoop op hetgeen we zien? Indien wij echter hoop op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. Hoe kunnen wij begrijpen op dit moment, zoals we hier bij elkaar zijn, geliefden die we naar het graf gebracht hebben, en we zullen ze eens weer zien. Het is onbegrijpelijk en we zien er niks van, zolang we hier zijn in het land der levenden. En toch zal het gebeuren, weet je waarom? God zegt in zijn woord, we zullen elkander weer ontmoeten. Dat is toch fantastisch. Dus een christen, je hebt een eindbestemming, je hebt een doel. En dan moet je op gefocust zijn. Amen. En net zo goed als dat je ook in een relatie, met een huwelijk of een liefdesrelatie, ook met je ouders en kinderen, wat dan ook. Als je elkaar lief hebt, je houdt van elkaar, dan ben je niet uit om elkaar het poortje te haken, om elkaar te plagen. Nee, dan ben je juist uit om te zegenen, om goed te zijn. Dan weet je wat het is? Als je ziet dat een andere... Zijn ogen beginnen te glanzen, omdat je goed bent voor die persoon. Dat is geweldig, dat is een beloning. Dat is gewoon heerlijk om dat te mogen doen. En daar moeten wij op gefocust zijn, op dat woord van de Heer, dat hij altijd zo met ons zijn. En het is ook zo, als je ook gezondigd hebt, dat je ook weet op het ogenblik, ik heb tegen Gods woord gezondigd, ik doe willens en wetens doe ik zonde. Lees dan thuis een keer die Psalm 32 na. Dat is zo duidelijk. Psalm 32, dat zegt heel duidelijk de zegen van de schuldbelijdenis. En die eerste zeven versen gaan er zo duidelijk over. Dat je schuldbeleid, want daar ging je onder gedrukt. Hoe is het? Als een klein kind ondeugend is naar zijn ouders toe, is hij als het goed is in veel gevallen gedrukt. Hij weet dat hij stout geweest is. Hij weet dat ja, toch straf te wachten is. Dan is hij gedrukt. Dan is hij timide. Maar als je het ook beleden hebt en pa of ma hebt gezegd, joh, ik vergeef het jou. Maar je mag het niet meer doen, maar ik vergeef het jou. Dan gaat hij gelijk huppelen en springen en is hij blij. Weet je waarom? Hij is bevrijd. En dan staat Psalm 32 ook zo mooi, ook naar ons als volwassenen. Als je bij vers 8 komt in die psalm. Want dat is zo geweldig.
Want dan zegt hij ook, ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gaan gaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u. Dat is toch fantastisch? Dan word je onderwezen, ook door God, door de Heilige Geest. Want u weet toch wel, zoals hier bij elkaar zijn, broeders en zusters, het trapje van de Heer Jezus aannemen als je redder, je Heer en je verlosser. En dan ben je behouden. Want dan ben je hem toegewijd, je oude leven in zijn hand gelegd. Maar dan mogen we ook weten, hebben we ook de Heilige Geest ontvangen. En wat geeft de Heilige Geest? Geen onrust. Geen boosheid. Helemaal niet. De Heilige Geest geeft je vrede en liefde en betrouwbaarheid. Dat zijn al de vruchten. En blijdschap in de Heer. Dat ontvang je dan. Maar je moet wel eerst ook de Heer Jezus aangenomen hebben. En dan ontvang je hem ook. En wat is het ook geweldig dat je het ook zo mag ontvangen. Wat wij niet zien, dan mogen gewoon geloven. Hoe kunnen wij nou begrijpen, ik als boer zijnde, als ik een zaadje in de grond, dat er al de eigenschappen van degene in dat kleine zaadje zitten, dat er een graanaar op gaat groeien. Of op een aardappel een poten, dat er eigenschappen van een graan, van een aardappel, dat die helemaal ontwikkelt met de genen en de scheppingseigenschappen die in die kleine poten zitten. Is niet te begrijpen. En geen enige geleerde die kan het exact uitleggen. Ze kunnen nog zoveel, maar de schepping van ons menselijk lichaam. Ik heb een pas gehad, broeders en zusters. Ik ben een keertje mijn hart ergens terecht gekomen. Ja, daar schuip ik niet terecht te komen zeker. Ik was een beetje ondeugend geweest. Ik vertel u even zo even een praktisch voorval. Op mijn grasveld rondom het huis. Het wilde geregenen, ik had een afspraak met de dokter even voor een suikeronderzoek even te gaan horen. Niet bijzonder schoon, kleinigheid. Ik dacht, weet je wat, gauw even snel kunstmest over de gras strooien. Want dat is goed, dan kan het erin regenen en dan kan het weer groeien. Dan wordt het weer mooi groen natuurlijk. Dus wat doe je? Even snel die bak voor je buik, helemaal gevuld met kunstmest. En dat doe je eigenlijk nooit meer op mijn leeftijd, want dat deed je vroeger, handmatig, nu is het allemaal machinewerk. En ik moet zwaaien en hardlopen en op mijn horloge kijken, ja, ik kan net toch hebben spreekuur van dokter, ik kan net halen. Ik hijgen. Kom ik daar, dan word ik geconstateerd dat mijn hart een beetje te snel klopte en een beetje onregelmatig. Ik zeg, ja, mijn dokter, ik heb dat en dat gedaan, maar ja, mijn dokter, hij helpt dat niet. En ja, maar ik wou je toch maar even naar het ziekenhuis sturen, dan kun je gelijk even een hartfilmpje van je maken. Ik dacht, hoe is nou zo instelling met me? Ik schrok me wild, maar goed, ik was gehoorzaam. En ik ben maar naar het ziekenhuis gereden en ik op bed geparkeerd natuurlijk. En al die bedrading aangesloten op je borst. En dan lag die boer zo rustig in een keer. En je dacht niet meer aan een kunstbezaaid, zijn grasveldje. En dacht alleen, waar ben ik nou terecht gekomen? Maar goed, het duurde 3 uurtjes. Ze hadden niet veel tijd om het bloedonderzoek heb ook nog, het hoort met protocol, want je ziet een heel protocol, kom je niet in zien, waar ik helemaal geen weet van had. Nou fijn, dus eindelijk kwam er een dokter en zei, ja, zegt ze, ik zie dat dit nou allemaal goed is met de monitor. Maar ik was tot rust gekomen, ik dacht, Heer, ik ben in uw hand, mijn leven is van u, mijn gezondheid is van u, alles is van u. En ik strek naar mij uit en ik viel bijna in slaap. Ja, geen wonder dat toen de tent mooi klopte. Maar toen heb je ook nog te maken met het protocol. Er moet nog een hart-echo gemaakt worden, het hoor ik, in het hele circuit. Dus ik moest over 14 dagen moest ik voor een hart-echo mij weer melden op het ziekenhuis. Broeders en zusters, ik heb voor het eerst van mijn leven mijn eigen hart horen kloppen. Dus ik lag daar een kwartier en die dokter zegt, ja, ik kan ook niks ontdekken, want je hart klopt goed. Ik zei, ja dokter, ik dacht ook, maar ik had geen problemen, maar ik ben hier terecht gekomen. Door zulke dingen. Ja, zegt hij. Maar één ding werd ik toen heel verwonderd, broeders en zusters. Toen ik zo lach heet, ik dacht, Harry, heb jij zo hard mogen werken? Want de Heer hem altijd enorm veel kracht gegeven, sterk lichaam. In de tuinderij, altijd gesjouwd met maaien, groenten telen, eerst. En nou klopt mijn hart nog mooi. Nou, 73 jaar. Ik kon het niet begrijpen, maar ik werd zo verwonderd, ik werd zo, ja, hoe zou ik zeggen, bewogen. Dat ik dacht, Heere, wat is het lichaam toch bijzonder gemaakt door u, dat het hart al die jaren nog steeds klopt en zijn dienst doet. Amen. Ik ben echt
ja, echt bij bepaald, bij de harten klopt, wat ook, ook veel over gesproken wordt. Ook de liefdesverhoudingen, in alle verhoudingen heeft het hart ook altijd een grote rol. Je hartsgesteldheid. Maar ik heb nu voor het eerst mijn eigen hart horen kloppen. En ik heb de Heer te waken lachen, dankt dat hij mij dat zo geschonken heeft, die genade. Dat al die jaren zo trouw zijn dienst bewezen hebt. Het is een genade. Dus dank, als je gezond bent, dank de Heer ervoor. Want hij is onze schepper. Maar in ieder geval, dat was een belevenis van mij. Dat ik eens een keertje even in een omgeving terecht kwam waar ik normaal eigenlijk niet kom. Ik dacht, ja, toen kreeg ik echt nog meer bewogenheid voor mensen die met problemen, met ziekte aangaan en die veel meer ziekte maken en veel ook in ziekenhuis moeten bezoeken. Ik dacht, wat is het een rijkdom, Heer, als ik hier weer vandaan mag wandelen. Ik mocht weer in mijn auto stappen en ik mocht weer naar huis rijden. Ik vond zo'n rijkdom. Maar toen kom ik erachter, broeders en zusters, je moet wel eens even onder druk komen te staan. Dat je even bepaald wordt bij de betrekkelijkheid en de eindigheid van ons aardse bestaan hier met ons lichaam. En als je dat zo goed gaat beseffen, wie wij van onszelf zijn, wat we eigenlijk in ons hand hebben. We kunnen plannen maken. Ik heb pas iemand die had ook een zware operatie gehad. Ook een nier weggehaald en nog eens wel weggehaald. En die was helemaal hokelpokel onderhand. Dat hij zegt van, oh, dat gaat helemaal fout met mij, ga fout. Ik zeg, onthoud nou eens één ding. In de Bijbel staat ook, je kan vrezen voor een leeuw. En een beer overval je. Dus iets waar je niet op rekent, wordt je nog door onderuit gehaald. Dat je aardse leven over is. Ik zeg, ga eerst de Heer danken voor alles wat werkt. En nu vandaag heb ik gelukkig de uitslag gehoord. Niks aan de hand, tenminste niks. Het is allemaal goed. Alles is gewoon goed. Een wonder van de Heer. Nou, dat vind ik zo geweldig. En dan word ik daarom zo enthousiast om het aan u uit te mogen leggen en ook te mogen vertellen wat God doet in zijn woord. Want hij is een waarmaker van zijn woord. En ik weet ook, er zijn ook mensen die gaan heen aan de ziekte. En daar bidden we voor en we geloven in de wonder. Maar laat nooit de moed zakken. Blijf altijd bidden. Blijf bidden. Vol hart, vol hart. Ik kan niet genoeg op uw hart drukken. Je altijd moet blijven volharden. Laat de moed niet zakken. Veel jongeren vandaag de dag, die laten de moed zakken wegens de spanningen. Want de spanningen zijn groot geworden vandaag de dag, waar ieder ook mee geconfronteerd wordt. Maar vestig je hoop op God. Want hij zal het maken. En hij zal altijd met je zijn. En het is ook zo rijk. Als je ook kijkt, dat heeft te maken met geven. Wij zijn vanuit de praktijk gewend om te geven. En dat is ook binnen het menselijke. Je moet geven, wil je ontvangen. Want Gods woord is duidelijk, wat je zaait, zul je ook oogsten. Amen. Als wij verkeerd zaad zaaien in de grond, zullen we verkeerde oogst hebben. Dat is gewoon simpel. Maar daarom staat Gods woord zo duidelijk. Oh, ik wil een prachtig vers voorlezen voor bemoediging voor u. Dat staat in Lucas 6, vers 38. Geef en u zal gegeven worden. Een goede, neergedrukte en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee gij meet, zal u weder gemeten worden. Dus wat je uitdeelt, wat God je heeft geschonken, hij zal je nooit meer lege handen laten staan. Hij vervult ons met zijn gaven, maar zijn genade die kent geen grenzen. Zijn liefde is eindeloos. Als u het weggeeft, wat hij heeft geschonken, je zult met overvloed gezegend worden. En dat is Gods woord. En dat is toch geweldig als we daar ook zo uit mogen gaan leven, broeders en zusters. Want dat hebben we zo hard nodig, de zegeningen. Want er is ook een heel prachtig vers. Ik vind het prachtig om ook Spreuken te lezen. Spreuken is zo'n wijs boek en er staat ook zo duidelijk in. In Spreuken 10 vers 22. De zegen des Heren. Die maakt rijk. Amen. Zwoegen voegt er niks aan toe. Als ik op, als ik zwoeg in mijn land, dat heb ik ook persoonlijk ook meegemaakt. En ik ben dankbaar voor de gewassen die de Heer me geeft. En er komt een donkere wolk aan zitten. En de hagel, die gaat vallen. Dat is in 98 gebeurd. Ik had heel mijn bedrijf, al mijn gewassen, allemaal beschadigd en kapot van de hagelstenen. En we waren dankbaar voor de oogst. Hij stond er prachtig op. Mooi te groeien.
En eens komt er een donkere wolk, zoals je zoveel ook in de televisie en de krant ook kan lezen. Er komt ineens een onweer of wat dan ook. En de hagelstenen gaan vallen als duiveneieren. Tegenwoordig, je kunt het nieuws gewoon lezen wat er gebeurt. En wat heb je dan? Niks. Dat is zo noemen, wil ik ook geven. Ook binnen je huwelijk, binnen je werk, met familie, met kinderen, met vrienden of wie dan ook. Onder alle omstandigheden heb je God zegen nodig. Want Hij is degene die altijd ook met je zal zijn. En als je dat ook zo vast gaat houden, broeders en zusters, dat jij hoop op Hem gaat zetten. En dan wordt het ook gemakkelijker te dragen. Want dan zeg je op een gegeven moment ook, Heere, wat er ook gebeurt, het is allemaal van U. Als wij in het land, op land werken met machines, alles, dan mogen we rentmeester zijn van hetgene wat ons toevertrouwd is. Maar weet u wel, als u ook een prachtig huis bezit op andere terreinen, gewoon in de burgermaatschappij, een prachtig ander soort bedrijf, of een huis, of een auto, of wat dan ook, dank God ervoor. Maar weet één ding, je bent rentmeester, het is tijdelijk. We mogen maar een klein poosje, dat we hier op aarde zijn, mogen we er hier ook van genieten. En we hebben ook net een prachtige lied gezongen over het water gieten, het dorstige land, hè. Dat is ook weer letterlijk in Jesaja. Ook eens een mooie tekst erover. Nou zeg ik, ik heb zoveel raakvlak al in, met de lofprijzing al gehoord hier bij jullie. Jesaja hoofdstuk 44 vers 3. Is dat heel duidelijk. Want ik zal water gieten op de dorstige en stroom op de droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Dat is toch geweldig als je dat allemaal ook zo leest vanuit Gods woord. Want water is een zegen. Als het regent, wij hebben heel veel moeten beregen omdat het zo droog was. En we waren nog rijk gezegend met zoet water in de sloten en we konden beregenen. Het kost je alleen, broeders, is de nachtrust. Want je moet s'nachts, moet je juist beregenen. Als de zon niet fel staat, als het donker is. Dus je moet er, het is niks heerlijker voor een boer. Als het regent, kun je lekker zijn dekens over hem heen trekken en heerlijk gaan slapen. En anders kun je actief wezen. Want dan moet die beregeninstallatie draaien. En je weet de techniek. Of je dan wat voor techniek je ook mee te maken hebt. Altijd kan er storing optreden wat kapot gaan. En dan werkt het niet goed. Dus je legt niet rustig. Je weet altijd, er kan wat gebeuren. Dus je moet bidden voor bescherming. Maar niet alleen bidden. Je moet ook nog een keer die daadwerkelijk ook de controle uitoefenen. Daarop. Want je hebt ook, het is bid en werk. Nooit maar een beetje achterover leggen op bed. Heren. Wilt u mijn graan zegenen, terwijl je te lui geweest bent nooit een keer, om nooit een graan te zaaien? Dan zijn nooit geen graanoogsten. Echt niet, mijn broeders en zusters. Ik heb midden door ons weg, maar je zal geen graanoogsten. Maar je zal eerst moeten werken. Je zal voorbereidingen gedaan moeten hebben. En dan mag je bidden om een zegen, om je werk ook gezegend te worden. Want water is ook zo'n zegen, zeker in de gebieden waar het tegenwoordig droog is. Want als het regent, er gaan veel dingen groeien. We zien toch aan onze gazons, aan onze bloementuinen, aan de natuurgebieden, zie je toch grote gewassen. Die gaan prachtig ontwikkelen van het regen. Als we dorst hebben, heeft het geen zin om te discussiëren over de goede eigenschappen van water. Allicht niet. Het beste wat je kunt doen is gewoon drinken. Dan proef je het en wordt nog verkwikt ook. Niet over praten. Maar dan zegt de Heer Jezus ook, dat hij de Heilige Geest zal uitstorten op degenen die tot hem komen en drinken. Dus we moeten de Heer Jezus aannemen en dan mag het tot hem gaan. En dan moeten we ontvangen de Heilige Geest. Want drinken is ontvangen. En als we dat doen, wordt zijn geest een bron van levend water in ons binnenste. En dit water lest niet slechts onze dorst, maar zal ook een stroom van leven zijn voor de mensen om ons heen. Ook voor een zegen zijn. Dus daar moet je ook op rekenen wat je ook mag betekenen. Dat je ook een zegen mag zijn voor de mensen om je heen. En zeker in de nood tegenwoordig. Als je vandaag en dag in de winkel bent. En ik ben in de supermarkt. Ik moet ook zelf mijn boodschappen doen. Omdat ik geen vrouw naast me heb. Dan ga ik iedere zaterdagmorgen om 8 uur naar de supermarkt. En dan ga ik voor een week je boodschappen halen. Nou dan loop ik als ken overlijk communicatie. Even gesprek hier. Een bemoedigend woord, een glimlach. En veel die kijken je bijna vreemd aan. Want dat is een artikel
wat erg schaars geworden is, blijdschap. Weet u wat? Als je gewoon blij lacht, dan denk je bij jou, zou die wel goed wezen. Ik heb het pas gehad. Ik heb ook moeten lachen op hun broeders en zusters. Omdat ik zondagsmiddags graag ga wandelen. In de rondte vlak, in de polderwijn, in het natuurgebied ook. Ik liep er alleen te wandelen. En we denken, stop er een echtpaar, een oude echtpaar naast me. En die vrouw zegt, meneer, bent u de weg kwijt? Ik zeg, hé, de weg kwijt? Ja, nu loop je zo alleen. Tja, ik heb geen vrouw. Ik loop altijd alleen te wandelen. Het is gestolen goed met u. Tja, wat dacht u dan? Heel goed met mij zelfs. Ik dacht, maar wat een tijd leef je in. Loop je alleen. En dan word je nog aangesproken van of je bekend een beetje al niet meer goed van een stuur richting bent. Maar goed, daar heb ik op in humor van in mijn gezien. Ik geloofde en prijs de Heer dat ik nog wel mag zijn. Amen. In hem verbonden. Dus laat ze maar praten. Maar zo, daar heb je mee te maken. Vandaag en dag ook. Je leest op de televisie, in de bladen. De voorspellingen die zijn gigantisch slecht voor de ouderdom. Worden allemaal Parkinson en dement. Als je dat zo'n beetje gaat lezen. Dan denk ik, wat? Heer, we zijn een kind van u. En wij vertrouwen op u. Heer, dat u ons de kracht geeft. Dat u ons ook de helderheid geeft. Heer, en als het toch gebeurt. Maar ik weet één ding zeker. U draagt ons overal doorheen. Ik heb het ook bij mijn vrouw gezien. Die in een ernstige ziekte is overleden. Maar als ik zag wat de Heer ook in haar bewerkte. Dat ze zo rustig en blij gewoon lag te wachten tot de Heer ze thuis haalde. En die zegt naar huis toe. Ik heb het letterlijk gezien. Dus dan krijg je ook te horen. Het is eigenlijk nog dat ze ook zei tegen mij. Ah, het is eigenlijk nog een zonnestraal. Dat ik niet eens met een hartaanval weg ben, maar dat ik nou door een ziekte heb ik er toch naartoe kunnen leven. En wij hebben ook als gezin naartoe kunnen leven en afscheid kunnen nemen. Zegt de raak, rijk zei ze. En ik kan het niet begrijpen met je verstand en je omstandigheden van die zware ziekte. Als iemand dat dan nog kan zeggen. Maar dat is nou Gods geest, hè? Dat is Gods geest. Die is zo krachtig, die haal je letterlijk over je persoonlijke omstandigheden heen. De kracht van de Heer. Want toen ook, Jacob aan het worstelen was bij die Jabok. Toen weet u wel, toen heeft hij de hele nacht geworsteld met die engel. En op een gegeven moment zegt hij, ik laat je niet gaan. Tenzij je mij zegent. Hij was bang voor zijn broeder dat hij een pak slaag zou krijgen. Hij moest de Jabok oversteken naar zijn broer Ezo, die hij vroeger beduveld had. Met de eerste geboorterecht toen, met die zegen had hij hem ontstolen. Dus hij was bang dat hij nou de afrekening zou krijgen. Dus hij zegt, ik laat je niet gaan voordat hij mij zegent. Kan je lezen, Genesis 32, vers 26, de hele geschiedenis van Jacob. Maar daarom moeten we ook de Heer mogen aanhoudend vragen aan onze hemelse Vader om een zegen. Is dat, want dat is geen poging om van gedachten te laten veranderen. Het laat zien dat we ons hele leven aan hem toevertrouwen. Wat kunnen we nou anders doen dan ons leven geheel in zijn handen leggen? Want heren, dat staat ook in Johannes 6, vers 68, dat is allemaal Gods woord, dat vind ik zo prachtig. Maar Gods woord is vast en zeker en duidelijk en helder. En er staat duidelijk in Johannes 6, vers 68 ook, heren, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dat is toch fantastisch? Dat is alleen de Heer. En die geeft in onze turbulente tijd, waarin we tegenwoordig leven. En ik onderschat dat heus niet hoor, want het valt voor de jongeren allemaal niet mee. Toen ik vroeger opgroeide met mijn vrouw, met de kinderen, heb ik altijd het Heer mij de krachten en de mogelijkheden geschonken om alleen het daags brood te mogen verdienen. Maar vandaag en dag zie ik ook bij mijn dochters net zo goed en overal om je heen dat de vrouwen meewerken om het gezinsinkomen mee te verdienen. Omdat de kosten zo hard gestegen zijn voor de jongheid vandaag en de dag. En dat is in mijn generatie. Toen ik opgroeide was dat niet.
Toen was de vrouw altijd gewoon thuis en die kon de zorg wijden aan de kinderen, aan het gezin. En de man kon volledig zijn zorg wijden aan het inkomen, voor het gezinsinkomen te werken. En dat heb je tegenwoordig niet meer, het is tegenwoordig gezamenlijk. Dus ik zie gewoon ook dat de tijd ook hard geworden is, broeders en zussen. Ik noem het gewoon hard. Want ja, ik vind het wel zielig. Als je zo ziet, die kinderen moeten ook maar naar een opvang gebracht worden. Weet je, een buitenschoolse opvang noemen ze dat, geloof ik. Weet ik het, een crash en toestanden. Maar in ieder geval, die worden er opgevangen. Maar weet één ding. Een moeder, dat zal ook de hart wel eens schreeuwen als ze altijd ook de kinderen ook even weer weg moet brengen. En s'avonds op moeten halen. Maar het is tegenwoordig de realiteit, want we zijn niet van deze wereld, broeders en zusters, maar we leven er middenin. Ik sta er middenin in deze wereld. Maar denk erom, we mogen nooit zeggen dat we van deze wereld zijn, want deze wereld met alles erop en eraan gaat allemaal verdwijnen, gaat allemaal weg, broeders en zusters. En dat is de toekomst van Gods kinderen, om bij de Heer te zijn. Want wij verwachten ook de zalige hoop. Dat staat ook heel duidelijk in Titus hoofdstuk 2 vers 13. Ik lees ook graag Gods woord tussendoor ook. Maar dat staat ook duidelijk. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Want wij verwachten die zalige hoop. Hoeveel duizenden mensen op deze wereld die leven zonder hoop. Of ze hopen wel ergens op, maar dat is slechts gericht op het hier en nu. Maar geen eeuwigheid, geen toekomst. Alleen Gods kinderen die mogen, wat er omschreven wordt als de zalige hoop, is alleen voor Gods kinderen weggelegd. En daarom moeten wij ook de mensen waarschuwen om ons heen en zeggen, weet wel, je moet Jezus aannemen als je redder, je Heer en je Heiland, om goed aan te komen. Ik zeg het zoveel tegen mensen om me heen. Ik zeg, je moet het ook, ik kan het ook zo vergelijken met een trein. Als je in een trein stapt, stap je normaal met een bestemming. Dan zeg je, ik wil daar of ik wil daar naartoe. Dat is normaal. Maar veel mensen vandaag de dag op de eeuwigheid zeggen, ja, ik zie wel waar ik uitkom, ik geloof toch nergens in. Het is over en uit als ik overleden ben. En dat is een verschrikking, want dit is niet waar. Gods woord zegt wel duidelijk dat er een eeuwigheid is voor de mens. Maar waar zal hij hem doorbrengen, broeders en zusters? Daarom moet je altijd Jezus nemen bij je zonde beleiden, jouw de leven hem geven. En als je het aan hem geeft, dan zal hij tot die komen. En dan zal hij met zijn genade komen. Want Efeze 2 vers 8 en 9, 8 is ook zo duidelijk. Want alleen door genade bent u behouden. Niet door je eigen werken en eigen gerechtigheid, die eigen kunnen. Nee, puur genade. En dat is gekomen door het offer wat Jezus Christus op het kruis heeft hij zijn leven gegeven ter verzoening van al onze zonden. En daardoor is de weg open. Als je paspoort getekend is door Jezus Christus, dan heb je ook toegang tot Gods eeuwigheid, tot Gods heerlijkheid. Alleen door het paspoort getekend, waar ook hele mooie versen ook over zijn, is je paspoort wel getekend door mens, door Jezus Christus. En als het getekend is, en dan komt een storm over je heen, dan komt een beproeving over je heen, weet één ding, het is maar zo kort, het is maar tijdelijk. Als ik terug mag kijken op mijn leeftijd, dan zeg ik, wat is er eigenlijk snel gegaan? Eigenlijk vind ik het wel eens jammer dat het zo snel gaat, maar ik heb nog zo'n zin om nog zo'n hoop te mogen doen. Voor de Heer allereerst, en ook nog gewoon, ook nog in het bedrijf ook. Daar geniet ik ook in. Als ik met zo'n grote trekker rijd, en de vlam uit de pijp en gers de plank, goh, en die spint is een poes. Prachtig, daar geniet ik in. Dat is ook weer een gave die waar je van mag genieten van je werk. Maar ik weet al te goed, het is zo betrekkelijk, broeders en zusters. Het is allemaal betrekkelijk. Het is zo kort. En daarom ook met de zaalhoop die we ook verwachten. Die verwacht alleen de Gods kinderen. Want die hoop is gefundeerd op de waarheid. En u weet wel wat ik ook net ook gezegd heb. Gods woord, dit is de waarheid. Hier is er alles in. Dat is echt ook de waarheid, Gods woord. En als je daarop vertrouwt, want die hoop is verzegeld door de opstanding van Jezus Christus. Jezus is niet in het graf gebleven, nee, Jezus is opgestaan uit de doden. En hij heeft de duivel en zijn ganse demonische rijk heeft overwonnen door zijn opstanding. En hij is overwonnen en Jezus overwinnaar. Dat is toch grandioos?
Dat we daar ook maar mee mogen weten vanuit Gods woord. Maar die hoop, die verwachten we, ook de opstanding van het lichaam, het eeuwige leven. Maar ook de wederkomst van Jezus Christus op de wolken des hemels. En weet u wel, broeders en zusters, met de wolken des hemels, dat zal de eerste zichtbare gebeurtenis worden op deze wereld. Dat Jezus zal wederkomen op de wolken des hemels. Om zijn kinderen te halen. En de eerste, dat kan je lezen in de Thessalonicense brief, staat heel duidelijk in, alles, de wederkomst. En er staat zo duidelijk in, eerst degenen die in de Heer over gestorven zijn. En dan de levenden zullen volgen. Dat zal wel geweldig zijn. En weet je wat er ook in staat? Het gaat in een oogwenk. Het gaat in een flits. En als je ook versnelheid houdt, broeders en zusters, dat alles ook snel gaat, nou, dat zal gigantisch zijn. En in één moment ben je veranderd vanuit de aarde bij de Heer. Met een nieuw lichaam. Alles nieuw. Geen spiertje, geen bordje, geen hartegootje meer. Niks. Gewoon, nieuw lichaam. Nou, dat is toch grandioos. Ja, en daar zijn we heen op weg. Dus ik wou u mee bemoedigen voor ik van hier wegga. Weet één ding. Geef je hart helemaal aan Jezus. En geef hem over. En hij het overgeeft, dan zul je ook ontvangen. Want geloven is eenvoudig ontvangen wat God voor u heeft. Twijfel en ongeloof, die zijn beide het tegenovergestelde van geloof. En als u gelooft wat God zegt, zult u in staat zijn alles te ontvangen wat hij voor u heeft. Want hij is ook een, is ook een in Gods woord, hij is een beloner voor degenen die hem geloven en hem ernstig zoeken. Is hij een beloner en dus jezelf dan ook ontvangen te zijn. Ik zeg het wel meer, in, omdat ik ook, ja, door, ja, ik mag gewoon, de koning heet, is ook in het geboren met die naam, burgerstand, Arie de Koning. En daarom zeg ik ook wel zoveel die uitspraak, u bent allemaal koningskinderen. Want je bent erfgenamen van een rijk in de hemel. Iedere wederom geboren kind van de Heer. Of je de naam de koning draagt of niet. We zijn allemaal een in hem verbonden. We zijn allemaal koningskinderen. En we zullen eens met hem juichen. Hem eren. Hem dienen. En het zelf fantastisch zijn. En dan zie je in alle spanning van de wereld. Wat hier op het ogen om je heen gebeurt. Met de problemen. U kunt lezen in de kranten. Met de economische problemen. Met de mammoetcontainerschepen die heel ontwrichting in de haven teweeg brengen. Het ene rolde niet, is nog niet klaar en het andere ontwikkelt alweer van nieuwe problemen. Broeders en zusters, vestig je vertrouwen op hem. En hij zal altijd met je zijn. En dan zullen we goed aankomen bij hem in zijn heerlijkheid. Amen.